Hey, goedenavond allemaal. Leuk, superleuk dat jullie kijken. Spannend. Nog nooit, 33 jaar, nooit live vanuit Yoshida. Erg leuk. We zijn hier uiteraard in een mini gezelschap. Ik ga jullie daar kennis laten maken met de personen waar we dadelijk mee gaan draaien op de veilige afstand. Maar voor we beginnen wil ik eventjes wat kleine puntjes wil ik aangeven wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wat je kunt verwachten en op wat voor manier we zullen gaan draaien vanavond. Allerbelangrijkste, we gaan conditioneel draaien. Conditioneel draaien, wat minder aandacht voor technieken, al zal ik wel op de achtergrond continu blijven praten. Ik zal je tekst en uitleg geven. Colin en Harold, jullie wel bekend, maar komen dadelijk vanzelf in beeld. Die gaan draaien, die geven de plaatjes, ik doe het praatje. Het allerbelangrijkste, wat er ook gebeurt, stap op tijd uit, zoals je gewend bent. Ook mensen die inhaken van vrienden, collega's enzovoorts. Iedereen die meekijkt, meedoet. Het zal misschien net anders zijn dan op je eigen school is, maar in de basis geniet er lekker van en voel je net zo thuis bij ons als iedereen. Want dat is denk ik waar we het met z'n allen voor doen. Wij vinden het leuk. We vinden het, ja, vooral, het is ook vooral heel fijn dat we contact kunnen maken. Colin en Harold, die staan al te kwispelen. Dus we gaan lekker aan de bak. Ik stel heel eventjes voor. Harold, die komt erin. Colin komt erin. Dan gaan we daar gelijk aan de gang. Voor de mensen die ze nog niet kennen. Van mijn kant, deze kant links van mij, is Harold. Colin, deze kant. Altijd steun en toeverlaat al jarenlang naast alle andere docenten die we hebben gehad en die er nog zijn. Vinden ze het lekker om mee te draaien. Die gaan lekker op hun plaats bewegen en beginnen vast met schaduwboksen. Hebben uiteraard geen handschoenen nodig en we gaan lekker spelenderwijs gaan we aan de gang. Voor de mensen die ons geluid missen, we draaien inie mini. Op de achtergrond draaien we wat mee, klein beetje, want we moeten natuurlijk altijd opletten of je wel of niet muziek met enzovoorts hebt, met rechten erop. Anders gooien ze ons eruit en dan hebben we ons doel gemist. Dus we gaan lekker bewegen. Ga staan, beweeg mee, voel je thuis. Ben je me af en toe kwijt, dan ik geef lekker de plaatjes van Colin en Harold. En dan ga ik uit beeld. Beweeg lekker mee, voel je thuis. Handdoek in de buurt, bidon erbij. Iedereen aan de kant, tafel aan de kant en feest vieren. Geniet ervan. Ik neem jullie mee op avontuur. Hoesh. Op je gemak bewegen, schouders loslaten. We gaan dadelijk heel ontspannen. Gaan we beginnen met het eerste deel. En het eerste deel is een warming-up. Het eerste deel is een warming-up. En het belangrijkste daarvan is dat je rustig moet draaien. Rustig draaien, rustig opwarmen en een goede focus. Het eerste deel gaan we aan de bak. Gaan we links-rechts direct maken. Kom maar, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Juist. Ontspannen bewegen. Focus. Links, rechts. 8. 7. Kom maar. 6. Blijf 2 stoten maken. 5. 1, 2. 4. 1, 2. 3. 1, 2. 2. 1, 2, jumping jacks, ga je gang. Lekker bewegen, je hoort me tellen. We moeten even schakelen. We hebben niks van tevoren ingestudeerd. We zijn hier al 3 weken aan het oefenen. Colin en Harold stappen er koud in. En dat is ook het fijnste, want dat doen jullie ook. Dan doen we dat in ieder geval samen. Dan doen we vooral heel relaxed bewegen en focussen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1, gaan we speedrillen. Kom maar, lekker speedrillen, schouders los. Focus. Voor Colin en Harold ook geen standaard gesneden koek om dit te doen. Maar die stonden wel al te juichen op de tribune toen ze hier naartoe kwamen. Dus dat is goed. Die zijn lekker relaxed, ontspannen. Fijn dat ze weer op de mat staan. 8, 7, blijf thuis lekker meedoen. 4, 3, 2, 1, dan gaan we links-rechtse hoek maken en lekker terugslippen. Links-rechtse hoek en terug. 8, 7, ontspannen de schouders. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en in power squats. Ga naar beneden. Je kan hem gesprongen maken, je kunt hem uit stand maken. En als je hem uit stand maakt,
Dan pakt, kijk, Harold heeft hem al uit stand te pakken en Colin die springt gewoon door. Kijk wat bij je past. Blijf goed in beweging, goed ademhalen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knie even uitstoot. Ga je gang. En ga. Schouders loslaten. Span ze niet onnodig aan. Dat is zonde, want we hebben die schouders nog nodig. We moeten nou zorgen dat de olie goed warm wordt. Blijf in beweging. Schouders los. Lekker draaien. Adem heel diep in en uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en opstoten maak. 1, 2 en terugstappen. 1, 2 en terugstappen. Draai in je romp, erin en eruit. En lekker focussen. Je hebt een vertrouwd plaatje voor je, gaat supergoed. Blijf goed in beweging. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en touwtjes springen op de plaats. Van links naar rechts. Kijk, en dan vraag je je af, waarom hebben ze geen springtouw vast? Oké, is hartstikke fijn, maar hebben we even niet nodig. Bewegen van links naar rechts, ontspannen, lekker die kuiten loslaten. Ook voor mensen die denken, oh, ik heb even niks gedaan, die spanning zit erop, rek hem eraf en dan kom je daarna weer terug. Dit was het eerste stukje warming up. Nu gaan we tempo maken. En hetzelfde blok, dan weet je een beetje wat er komt. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En dan gaat hij links, rechts, direct. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. Juist, goed ontspannen bewegen, doorademen. Blijf goed bewegen en focus. 8, 7, juist. 6, 5, blijf thuis goed meedoen en laat je schouders los. 4, 3, 2, 1, jumping jacks. 8, juist. 7, ietsjes je buik spannen, ietsje spannen. En dan zie je dat Colin heeft een spreidsprong. Harold pakt hem voorwaarts. Komt allebei op hetzelfde neer, maar net anders aanvliegen. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ga over in speedrail. Kom maar, op. En die schouders los. 8, 7, en je merkt, ik pak de lijn van de 8 tellen, maar tussendoor blijf ik je toch die tips geven wat je gewend bent, want die heb je nodig en je bent niet voor niks live ingeschakeld. Dus superbelangrijk, neem hem mee, adem door, niet alles weggeven in de eerste 7 tot 10 minuten. 4, 3, 2, 1, links, rechts, hoek. 1, 2, schouders loslaten. Je mag best iets meer tempo maken. Je stapt eruit, je stapt erin. Hou altijd één voet voor de andere. Zodat ze niet naast elkaar komen staan. Thuis kijk ook goed naar je voeten. Zorg nooit dat je uit die balans komt. Blijf er altijd in en laat je schouders los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en power squats. Ga je gang. Goed focussen. 8, 7, uit stand of gesprongen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. We gaan een knie even uitstoten. Misschien wist je hem nog, maar anders pak een beet en ga. En echt mensen, als je in beweging bent gebleven, lekker druk zetten. Maar heb je nog niet de tijd gehad om intensief te bewegen, rustig schakelen. Rustig schakelen en gaan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Links, rechts, opstoot. 1, 2. Erin en eruit. Ook op het voetenwerk letten. Schouders loslaten. Draai je erom. Hou die kin lichtjes naar beneden. En als je denkt, oh hé, hey, er zijn veel tips. Pak er 1. Pak alleen de voeten. Pak alleen de schouders. Ontspan, adem door. En vergeet niet om te genieten tussendoor. We hebben nog lekker de tijd. 8. 7, juist. 6, adem door. 5, 4, 3, 2, 1 en weer touwtje springen. Kom op. Goed, terwijl we de tweede ronde hebben gehad, pakken we alle goeien in 3. Die laatste gaat supersnel, minder uitleg, meer tempo. Want de mannen moeten goed warm zijn en jullie thuis ook. Dat we niet dadelijk blessures krijgen omdat we zo enthousiast zijn. Na dit stukje gaan we stretchen. Dus als je nu tempo maakt, kun je dadelijk je hartslag terughalen.
Adem heel diep in en uit tijdens het touwtje springen. Adem in en uit. Je kan twee keer links, twee keer rechts. Je kan ook twee voeten tegelijk. En voel je je kuiten te zwaar worden, ga je even wandelen. Altijd doen wat het beste bij je past. En op je eigen niveau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Links, rechts, direct. Pap, pap. 1, 2. Kom op. 1, 2. 1, 2. 8. Kom op. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks. Kom maar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Speedrail. 8. Kom op. 7. Kom op thuis. Blijf gaan, hè. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Twee hoeken. Papa. 8. Kom op. 7, 6. Ga door. 5. Durf tempo te maken. 4, 3, 2, 1. En die power squats. Kom op. 8. Ademen. 7. Juist. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knie even uitstoot. 8, 7, 6. Ademen. 5. Schouders los. 4, 3, 2, 1. En die opstoten. 1, 2, 8. Kom op. 7. Kom op dan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schaduwboksen of wandelen. Wij blijven lekker schaduwboksen. We blijven in beeld. En dan kijken we weer en pakken we hem terug. Voel, luister echt naar je gevoel. Ik wou bijna zeggen, voel je thuis. Maar ja, dat hoef ik niet te zeggen, want daar zijn we al. Al de hele tijd. Colin en Harold, die zijn lekker bezig en die zijn helemaal thuis op de mat. We gaan dadelijk vanuit het schaduwboksen heel rustig gaan we stretchen. Dat doen we over 8 tellen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Mag je blijven staan, voetjes tegen elkaar, benen strekken en uithangen naar beneden. Hang uit en vanaf het begin af aan adem heel diep in. En heel diep uit. Ga niet voor de lange halen. Ga niet veren. Blijf hangen. Dan voel je dat die spieren vanzelf hun lengte pakken. Adem door. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Iets door de knieën zakken. Kom omhoog. 1 voet voor. 1 voet achter. Pak die kuit. Met één voet naar achteren, laat alle voeten, beide voeten recht naar voren wijzen. Laat ze recht naar voren wijzen, juist. En hou vast. Schouders hangen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wissel, andersom. Juist. En die ademhaling erbij. Controleer de stand van de voeten. Zet hem goed op smaak. Vast. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Handen aan de kin. Draai de knieën van binnen naar buiten. Lekker uitdraaien. Houd je dekking aan je hoofd. Je schouders zijn los. En voel, voel waar die spanning op je heupen zit. Pak de knie niet hoger als bij je past. Kijk, lekker uitdraaien en doorademen. Adem heel diep in en uit. Goed. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mag je even gaan zitten. Eén been gebogen of gestrekt. Eentje overheen. Je ziet twee verschillende smaken. Colin pakt hem gebogen. Harold pakt hem gestrekt. De knie die boven is, haal je naar je toe. Je hoeft niet over je schouder naar achter te kijken in dit geval. Ik kies voor de maximale aandacht voor de bilspier naar de hamstring toe. Die moeten we eventjes hebben, dus vandaar dat we hem zo zetten. Pak je eigen voorkeur. 8, 7, 6, 5. Ademhaling er heel goed bij pakken. 4, 3, 2, 1. En wissel om. En die ademhaling die hebben we nodig, want we gaan dadelijk tempo maken. In deel 3 gaan we echt tempo maken. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Kleermaker zit. Nu één arm omhoog, van bovenaf op de elleboog. Pakken we de tricep. Belangrijke
Belangrijke spiergroep bij het stoten. Eventjes goed vasthouden. Hoeven niet te veren. Duwen hem naar beneden. Houden hem vast. En adem heel diep in. En heel diep uit. Je gelooft het niet. Maar een goede ademhaling voor een blok waar we power dadelijk in gaan zetten. Scheelt een heel stuk in je zuurstof dadelijk. Dus adem in en uit. En strek uit. Wissel van arm. Juist. Pak hem vast. 8. 7. In en uit adem. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En schaduwboksen. Terwijl Colin en Harold gaan schaduwboksen, geef ik jullie een klein stukje uitleg. Wat we daar gaan doen is, we gaan een blok draaien bestaande uit 5 onderdelen. Iedere keer komt er iets bij. Iedere keer als de bel gaat, komt er een techniek bij. Tussen die technieken die erbij komen, krijgen we een core-oefening. Dus krijgen we een stukje waar we de rust in kunnen pakken. En als spierversterker gaan we daarmee aan de gang. Probeer daarin ook steeds je rust te pakken. Het is relatief echt heel erg kracht van de eenvoud. Er komt nog een technisch stukje, maar we gaan starten. We gaan niet in de eerste training van alles al weggeven, want het moet toegankelijk zijn. Voor de mensen die dadelijk zeggen, het is wel heel erg kracht van de eenvoud, dan geef je meer gas. Er is niemand die je tegenhoudt. Voor anderen die zeggen, hij is precies goed, houden. Geef nog niet alles weg. Hierna schakelen we naar een dik blok, combinatie, meer nadenken, waar ik je ook ga helpen. Daarna gaan we terugschakelen, want tijd gaat sneller als we zouden willen. Dus ik neem je mee, jij kijkt wat bij je past en gun ons even het moment om te voelen waar we zitten. En laat je vooral niet gek maken. Kom dan naar het, ga lekker draaien. Ik ga de tijd zo aanzetten. Gaan we beginnen. Succes, pas goed op jezelf. Adem, heel diep in en uit. Goed focussen, laat je schouders los. Laat je schouders heel goed los. Blijf goed bewegen. Adem, heel diep in en uit. Adem, heel diep in en uit. Juist. En terwijl ze bezig zijn, zie je, die handjes zijn mooi hoog. De trappen gaan lekker al wat soepeler, want de warming-up, ja, die zat er lekker op. En je voelt tijdens de technieken die je maakt, voel je precies waar je lichaam zit. We gaan dadelijk. Ieder stukje pakken we op 50 seconden actief bewegen. Dat tegenover staat dat we spierversterkers pakken van 40 seconden. Daarna gaan we gelijk staan. De spierversterkers tevens ook meteen rust. Dus kijk, laat het gebeuren, stap op tijd uit waar nodig en gaan. Eerste deel, links direct, komt ie aan. Yes, links direct bewegen en focus. En die linkse directe, die kan uit stand, je kunt meestappen. Die rechtse hand, die plak je aan je kin en je draait. Je mag ook best een beetje rond bewegen, van voor naar zij. Kijken, let op het voetenwerk, 34 seconden te gaan. Laat je schouder los. Op het moment dat je nou je schouder voelt opspelen, laat hem zakken. Je hoeft niks te spannen. Laat hem lekker lopen, die hand. Laat hem lopen, trek hem naar je kin terug. Alsof er een elastiek aan je oor zit en aan je pols. Die hand, die wil steeds terug. Die hand, die wil steeds terug. 1, 2, blijf bewegen. Blijf bewegen. Hij hangt eigenlijk stil. Yes. Gaan we rustig hakken op de rug, hakken naar de billen, hand op de knieën. Juist, en heel kort bewegen. Blijft zo. Ja, even kijken. Ik denk dat we even opnieuw op moeten starten aan deze kant. Links, rechts, direct. Ga je gang. Links, rechts, direct. 1, 2. 1, 2. Goed, bouwen we weer door. En gaan we weer. En ik hoop dat bij jullie met de verbinding alles lekker gaat. Hij haperde hier een beetje.
Maar kijk even of het allemaal goed gaat. Het blijft allemaal nieuw. En zoals ik altijd zeg, het blijft techniek. Maar kijk even, volgens mij komt die bij iedereen wel binnen. Dus dat komt goed. We zitten lekker op de links-rechts. Dadelijk als de bel gaat, gaan we weer op de rug. En dan gaan we in dezelfde positie de enkels aantikken. 5 seconden. Kom maar. Juist, 1, 2. Trek maar aan je stoten. Papa, 1, 2. Op de rug, enkels aantikken, gelijk beginnen ademhalen. Focus. 1, 2, 1, 2. Span je buik. Blijf bewegen. 30 seconden, kom op. Druk lekker op voren. Yes, tik hem aan. 5 seconden ertussen. Kom aan, tik hem aan, tik hem aan. Tik hem aan, span je buik. Blijf draaien, blijf draaien. Links, rechts, direct, linkse hoek. Links, rechts, linkse hoek. En meer tempo maken. Sneller stoten. Niet je handen laten staan. Terugtrekken. In het begin kun je zeggen, oh, ik kijk even, waar zit die? Waar is mijn richtpunt? Blijf in beweging. 1, 2, 3. Pam, pam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Goed zo. Blijf gaan. Schouders loslaten, indraaien. Je kunt bij die hoek, omdat het nou de derde is, ietsjes meer instappen. Hoeft niet per se. Je kan er wat kracht bij zetten. Dan help je iets mee. Zorg dat altijd één hand aan de kin is. Één hand uit, één hand thuis. Blijf in beweging. 15 seconden. 15 seconden. Bij de volgende bel maken we lange sit-ups. Blijf gaan. Pap, pap, pap. 1, 2, 3. Blijf goed mee bewegen, vrienden. Hou vol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. En we gaan naar beneden. Lange sit-ups. En tevens die ademhaling er goed bij pakken. Juist. Span je buik. Focus. Span je buik. En ook hierbij heb je voorkeuren. Vaak kunnen mensen zeggen, ik doe mijn hakken naar de billen, ik zet mijn knie omhoog en kom er tussendoor. Je hebt voorkeur voor Col en Harold, die maken hem lekker lang. Het is aan jou wat je gewend bent. Ook bij ons in de les. De een zet de knie omhoog met de voeten vlak. Andere, die pakt hem lang. Lekker gaan. Ook je eigen tempo bepalen met nog 5 seconden te gaan. Yes, komt de rechtse opstoot bij. Links, rechts, direct, linkse hoek, rechtse opstoot. Kom maar, 1, 2, 3, 4. Ha, en weer terug. Goed snelheid maken. En vrienden, onthou wel, hè. Dat onthouden heel goed in het luchtledige werk is echt een vak apart, hè. Want je bent nu continu aan het schaduwboksen. En we hebben er in deze ook voor gekozen om de bokzak of kickback weg te laten. Kijk, als iedereen hem standaard in huis heeft, oké. En we nemen hem zeker nog mee. In de komende lessen, dan nemen we hem aan de zijkant nemen we mee. Eén erop en de ander ernaast. Maar toch, nu in het luchtledige stoten. Let op dat je je stoten bij je houdt. En niet alleen maar aan het beuken bent. Zorg dat je die controle houdt. Focus. Focus. En dan gaan we op de grond gaan we fietsen. Op het gemakje. Rustig fietsen. Op je gemakje. En dan ook bij deze kun je ervoor kiezen om hem wat korter te maken of hem wat langer te maken. De een kiest, Harold kiest ervoor, die heeft zijn handen voor en geen steun. Colin kiest voor een steun, heeft ook vaak met je rugpositie te maken. Kijk waar je lekker bij voelt. Het is zelfs ook mogelijk om gewoon met je romp te gaan liggen en je benen je werk te laten doen. Dan heb je kans dat je je rug iets meer voelt. Maar kijk wat bij je past, blijf bewegen, hou de knieën wat meer bij je of fiets wat verder van je af. Je kan op smaak mooi bewegen. 3 seconden te gaan. Dan komt de rechtse knie bij. Vast. Links direct. Rechts direct. Linkse hoek. Rechtse opstoot. Rechtse knie. Adem door. Adem door. Juist. Blijf gefocust. Concentratie. Kom op. Pap, pap, pap. Knie. En die knie is in wezen, als je denkbeeldig vastpakt, is hij vast. Pak je bij de nek, zet je hem in. Wil je hem loszetten, dan beweeg je je armen mee. Het is een rechtse knie, dus je laat je rechterarm vallen. En je linkse arm gaat voor je gezicht, net onderdoor. Om in ieder geval te zorgen dat je toch je dekking paraat hebt. Blijf gaan, nog 10 seconden te gaan. En terwijl je juist nu de rust nodig hebt, gaan we dadelijk met de kracht opschakelen. 2 power squats, 2 push-ups. Ga in je gang.
2 power squats, 2 push-ups. Kom maar, lekker bewegen, maximale focus. 45 seconden, kom op. Adem door. Juist. En ook hier, je kan ervoor kiezen om die push-up in een kniesteun te pakken. Als je denkt, wow, ik heb wel genoeg lucht, maar ik mis iets kracht. Want ik heb mijn schouders veel gebruikt. Steun op je knieën. Steun op je knieën, adem door, bepaal je eigen tempo. Is niemand die tegen jou zegt hoe snel je moet bewegen. Blijf bewegen, dat is de winst. 15 seconden. En over 15 seconden gaan we lekker schaduwboksen of wandelen. Wandel je, blijf wel in de buurt, want we gaan dadelijk door. We schakelen dadelijk door. Juist, wij gaan schaduwboksen, jij misschien wandelen en kijken. Adem door, lekker weer je systeem opladen. Voel lekker die kracht komen. We hebben nu eigenlijk vrij easy gedraaid, maar conditioneel kan je best voelen. Als je je lichaam niet hebt aangetikt afgelopen tijd, dan kan je voelen. En het is belangrijk dat je even kijkt, hey, waar zijn we nou? We zijn bijna een half uurtje onderweg. Eventjes checken, kijken. Goed, terwijl Colin en Harold lekker door het schaduwboksen en opladen, gaan we naar een volgend stukje. Ik kan me dan bijna niet inhouden om de heren heel lang te gaan vertellen, maar dat ga ik niet doen. Jullie gaan in beweging blijven. Nu gaan we wat technischer draaien. Dat betekent dat we in 3 delen gaan draaien en we gaan daarna een optie erbij zetten. Die optie is puur spierversterken. Ga dadelijk mee. Geef niet op als je denkt, oh, wat doen ze nou? Ik blijf herhalen. Ik blijf herhalen wat we doen. We pakken hem in 3 delen. En na het derde deel gaan we lekker doorbouwen. En dan heb je het hele verhaal compleet. En dan komt er een spierversterker bij in 3 verschillende keuzes afhankelijk van je energie. Laat het gebeuren. Gun het de tijd. Technisch, focussen, goed je kopje erbij houden en scherp blijven. Yes, kom er weer bij als je aan het wandelen was. Kom er weer in, neem een slokje water, technische stukje, komt eraan. Colin Harold blijven lekker schaduwboksen. Dan openen we dadelijk. Hoe is je Colin? Lekker? Ja, lekker. Harold? Ja? Ja? Top, fijn. Ziet er goed uit, man. Hè? Fijn dat jullie er weer zijn. Heerlijk. Yes, we gaan lekker openen met links, links, rechts, direct. Ga je gang. Links, links, rechts, direct. Trek die laatste stoot maar terug. Haal hem maar terug. Pap, pap, 1 en haal hem maar terug. Pak hem maar terug, Harold. Trek hem maar gelijk naar je hoofd terug. Appa. 1, 2, 3. Goed, die schouders. Laat ze hangen. We hebben die spanning niet nodig. Elastiek om je pols en je oren. Trekken. Trekken, erin en eruit. Ontspannen bewegen. Dadelijk is het tweede deel van de 3 komt er dadelijk bij. En dat is nog niet het schakelstuk, dat komt vanzelf. Ik ga wel vast vertellen wat we dadelijk gaan doen. Als daar de bel gaat, dan komt er een linkse hoek en een rechtse knie bij. Dus dan hebben we links, links, rechts direct. Linkse hoek, rechtse knie. Ga je gang. Ga je gang. Blijf bewegen. Links, links, rechts. Linkse hoek, rechtse knie. Goed zo, blijf goed, blijf gaan. Blijf gaan. En blijf kijken, blijf scherp. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, laat je schouders los. Laat je schouders los. Ook best met regelmaat kom ik mensen op de mat tegen. En dat doe je niet expres, want dat hoort ook bij je bouw en structuur. Maar daar zit heel veel extra spanning op de schouders. En die proberen we er dan samen af te halen. Dat geeft zoveel vrijheid. Dus dat is wat we continu proberen. Te prikkelen, schouders loslaten, blijven kijken, kin naar beneden, niet onnodig aanspannen. Laat lekker je techniek het werk doen. Heel ontspannen draaien, dan hou je het vol. Blijf gaan, kom aan. Links, links, rechts, direct, links, hoek, rechts, knie. Yes, dat komt bij. Rechts, directe.
een linkse rechtse hoek en een linkse knie. Dus zullen we hem samen even doornemen. Pak van het begin af aan. Links, links, rechts, direct. Linkse hoek, rechtse knie. Zet hem terug, rechts, direct. Links, rechtse hoek, bijstappen, linkse knie. En bijstappen mag ook een switch zijn. Ga je gang. Links, links, rechts, direct. Linkse hoek, rechtse knie. Rechts, direct. Links, rechtse hoek, linkse knie. Ga je gang. Kom aan, lekker bewegen. Als je denkt, hoe was hij ook alweer? Links, links, rechts, direct. Plus een linkshoek en een rechtse knie. Zet die rechtse knie terug naar achteren. Plus een rechtse directe. Links, rechtse hoek en een linkse knie. Adem door. De bonus is onderweg. De bonus is onderweg. Dat zijn de krachtoefeningen die we er achteraan gaan plakken. En die krijg je dadelijk in een menu van 3. Krijg je die aangeboden. Dan mag je zelf kiezen welke je pakt. Blijf erbij, hè. Nu niet afhaken. Het is nog 10 seconden. Blijf gaan, blijf gaan. Blijf gaan. Focus. Blijf bewegen. Je kiest of 4 jumping jacks, of 2 power squats, of 1 burpee. En die mag je afwisselen. Heel de serie. Of 4 jumping jacks, of 2 power squats, of 1 burpee. Daar eindig je je serie mee en begin je weer vooraan. Kom maar, 1 minuut. Blijf gaan. Dus hoe was het ook alweer? Plus 4 jumping jacks, eventueel 2 power squats of 2 squats en eventueel 1 burpee. Ik zie ook mensen thuis, dat voel ik, die pakken alles. Die doen 4 jumping jacks, die doen 2 squats en die doen 1 burpee. Be my guest, gewoon doen wat bij je past. Heb je energie? Dan pak hem, we zijn er nou toch. Adem door, adem door. Ik had jullie aangegeven dat we een 40, 7, 45 minuten les zouden draaien. Daar probeer ik me ook zoveel mogelijk aan te houden. Dat lukt altijd. Ik vind het stiekem wel heel erg fijn dat we er zijn. Dus misschien pikken we er net of we wat tijd bij. Hou daar rekening mee. Gaat de bel, schaduwboksen. Yes. Lekker schaduwboksen. Concentratie, focus. Juist, adem heel diep in en uit en focus. Kijken. Kijk, en dit zijn eigenlijk ook de momenten. Op een gegeven moment, dan zijn we ook gewend in de training. Ik kan wel op alles gaan wijzen, maar je kan er vaak toch altijd maar 1 puntje uithalen. 1 puntje van aandacht pak je eruit en daar doe je het mee. Nu is de focus. Adem heel diep in en adem heel diep uit. Adem heel diep in, adem heel diep uit. Juist, blijf kijken. Goede focus. Terwijl Colin en Harold en schaduwboksen, leg ik de volgende serie, leg ik jullie weer uit, dus deel 5. Deel 5 is echt kracht van de eenvoud. Dus kracht van de eenvoud, waarbij het belangrijk is dat je blijft gaan. Net was het even schakelen, waarbij je van links naar rechts gaat, het overnemen. Maar mijn gevoel zegt dat dat wel goed gelukt is. Nu gaan we kracht van de eenvoud. We openen dadelijk met 8 directes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stap je terug, laden en dan ga je weer. Iedere keer erin en eruit. Goed je handen bij je hoofd en bewegen. Dan zetten we die oefening aan de zijkant. En gaan we daarna naar 8 opstoten die je maakt. Goed draaien in je romp. Die parkeren opzij en bewaren we. En dan pikken we het laatste stukje mee. Pakken we 2 knieën. Pakken we links, 2 knieën rechts. Terugstappen, kijken. 2 knieën links, 2 knieën rechts. Dan hebben we 3 delen. Die 3 delen gaan we daarna samenvoegen en tempo maken. En dan komen er nog 2 power squats bij. Eventjes voor jullie beeldvorming. Dit is de laatste piek die we vandaag draaien. Dus als je denkt, hey, hebben we nog iets? Hou geen rekening met nog groot werk wat komt. Hierin gaan we knallen. We draaien wat langer. 1, stap 1, stap 2, stap 3.
alles samen. Yes? Pak nog even een slokje water. Adem rustig in en uit. Dan kom je erbij. Kol en Harold blijven bewegen. Hebben volgens mij geen uitdrogingsverschijnselen. Nee? Goed. Dus die kunnen nog lekker. En die zijn nog mooi in beweging. Thuis heb je een slokje water. Handdoekje erbij. Bereid je voor. De oefening die we dadelijk draaien, die duurt 5 minuten. Dus 5 minuten achter elkaar. En iedere keer gaan we het losse deel schuiven. Tweede deel, schuiven opzij. Derde deel. En alles achter elkaar. En dan komen er 2 power squats bij. Goed, beginnen we met het eerste deel. Kom maar eens in gevechtshouding staan. Adem maar eens heel diep in en uit. Focus. Heel goede focus. Adem in en uit. Die schouders, daar zijn we best aan geweest. Want je komt nergens tegenaan. Die stoten hebben geen weerstand. Het is allemaal luchtledig. Maak de stoten niet te lang. Omdat je sneller stoot, niet te lang. Dus krijg je last van je schouders en aanhechtingen. Dus voorzichtig stoten. Wel op snelheid, maar niet te lang maken in dit geval. Opstoten kan je lekker kort erin zetten, draaien hierom. Geen speedrail gaan maken, omdat die snel is. Doe hem uit stand. Die knieën, die zou ik lekker gewoon inzetten. Breng de handen naar de knie. Beginnen met deel 1. 8 directes, terugstappen. Succes, komt ie. Go, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slip weer terug. 8 maken, terugstappen. En hou vol in dit laatste stuk. Zet die druk erop. Zet die druk erop. En als je denkt, eerste les van Yoshida. Oh ja, weet je, doe ik wel makkelijk. Nou, schiet dan op. Gas geven dan. Kom op. Denk je op het moment van, hij zit goed. Hou hem. Maar als je hem te easy vindt, bijschakelen dan. Kom maar. Kijk, moeilijker maken, zwaarder maken. Vind ik echt geen kunst. Maar vind ik wel fijn. Je moet de volgende keer weer inhaken. En weer samen op avontuur gaan. Dus heb je, dan moet je het nu geven. Adem door, adem door. 8 seconden, dan schakelen we van de directe, schakelen naar 8 opstoten. En dat doen we nu. Kom maar, 8 opstoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terugstappen. En verdrink eigenlijk een beetje in die oefening. Stap lekker in je bubbel, maak er 8, terugstap. Snelheid maken, kom op, draaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom op, draaien. Conditioneel bezig zijn met stoten en trappen. Zeker in het luchtledige blijft dat een vak apart. Maar het voegt absoluut iets toe. Als ik Colin en Harold bezig zijn, dan heb ik al helemaal het plaatje hoe jullie bezig zijn met z'n allen. Dus dat is perfect. Blijf stoten, blijf stoten. 2 knieën links, 2 knieën rechts. En weet je wat ik eigenlijk wel heel leuk vind om te vertellen? Als we dan nou zien dat we bezig zijn en dat we lekker de basis van mensen lekker mee aan het draaien zijn, had ik het gisteren met onze Ben over. Ze zegt, pap, weet je, als er 1 of 2 mensen kijken, dan is het super leuk. En dan heb je toch een hartstikke leuke dag gehad. Nou, ik ben er al een dag of 4, 5 ben ik aan het broeien. Hoe zullen we het gaan doen? Nou, we hebben een lekker groepje die bezig is. We hebben een volle les. Als ik kijk hoeveel mensen er kijken. Dus dat is fantastisch. En dat betekent, dan kijken er toch meer dan 2. Maar met 2 was ik ook wel super gelukkig dat we bezig zijn. Dus dat komt goed. Schaduwboksen. Juist, lekker schaduwboksen. Dus als je dan ziet wat het oplevert om lekker bij elkaar te zijn, lekker bezig te zijn. Lekker te voelen dat je weer zweet. Fijn dat je hier weer bij ons bent, in de dojo van Yoshida aan de Energielaan. Heerlijk. We gaan dadelijk alles achter elkaar plakken. 8 direct, 8 op, 2 knieën links, 2 knieën rechts, 2 power shots. Power squats. Terugstappen. Ja, maak er maar power shots van, want die power squats die moeten zorgen dat je je batterij oplaadt en dat je goed je zuurstof erbij pakt. Dus prepareer. 8, 8, 2, 2, 2. 8 direct, 8 op, 2 links, 2 knieën rechts, 2 power squats. En dat doen we 1,5 minuut. 4, 3, adem in en uit. 2, let's go, kom maar. Yes, 8, plus 8, plus 2, 1 en 2. Juist, 1 en 2,
En die power squats. Je ziet, iedereen pakt zijn eigen tempo. Iedereen pakt zijn eigen tempo en lekker gaan. Misschien heb je iets meer rust nodig tussendoor. Pak wat bij je past. Focus. Adem heel diep in en uit. Adem heel diep in en uit. Goed focussen. Adem in en uit. Schouders loslaten. Goed zo. Blijf gaan. Blijf gaan. Blijf bewegen. Kom maar. Juist. Juist. Mooi. Laatste seconden zijn aan het wegtikken. 30 seconden. Kom maar. Adem door, adem door. Juist, juist, juist. Blijf gaan, blijf gaan. Goed kijken. Laatste stukje. Serie afmaken. 8, 7, kom op. Hou vol, dat laatste stukje. 6, niet stoppen nou. 5, 4, ben je een serie begonnen? Maak hem af, maak hem af. 4, 3, 2, serie klaar. Ga je schaduwboksen. Adem door, adem door. Juist, heel goed ademhalen. Laat je schouders los, heel diep in en uit ademen, ontspannen. En je hebt 42 minuten gedraaid. 42 minuten gedraaid, schouders los. Juist. Colin en Harold glunderen nog steeds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en rust. Adem in en uit. Ook thuis, lekker even in en uit ademen. Weet je wat het verraderlijke is als we de les draaien? Dan kom ik toch even kijken naar jullie, hoe jullie er allemaal uitzien. Als ik Colin en Harold zie draaien en ik me inbeeld hoe jullie allemaal thuis aan het werken zijn. Ja, zullen we nog even... Nee, ik heb me ingehouden. Doe ik graag, ik wil heel graag bewaren. Ik word hier ontzettend vrolijk van als we dit zo doen. Ik hoop ook dat alles lekker bij jullie is aangekomen. Gun jezelf nu even de rust. Alles wat we vandaag niet hebben gedaan, dat komt nog aan de orde. Vind het dan uiteindelijk ook wel leuk om nog wat informatie van jullie terug te krijgen. Maar dat moet niet, want jullie hebben al zoveel te doen. Belangrijkste in dit geval, voor we gaan afsluiten, pak even je rust. Colin en Harold gaan even zitten of liggen. En eventjes niks. Eventjes niks. Kijk. En als je het fijn vindt om te zitten, dan kiest Harold voor. Maar Harold mag ook liggen als je het fijn vindt. Harold vindt fijn. Yes. En terwijl je zit of ligt. En we hebben ook mensen bij het Yoshida-stam die zeggen, oh nee, hè, ik had liever iets anders verwacht. Probeer het nou eens. Ik beloof je, als je dit doet, geeft je zoveel terug. Alleen begin eraan. We hebben intensief bewogen. Pak nou eens je rust. Breng je ademhaling zo laag mogelijk naar je buik. En adem heel diep in en heel diep uit. Eén ding is zeker, hoe relaxter je bent, er blijven gedachten komen, die kan je ook doorsturen. Uiteindelijk hoort bij de vechtsport, hoort er dit bij. Het is de inspanning, de kracht van het inspannen, maar daarnaast ook de kracht van het ontspannen. En dat laatste stukje hebben wij als mensen in Europa, zeker in Nederland, met de snelheid waar we altijd in zitten, is daar best wel een uitdaging. Dus kijk eens, ook als je van buitenaf kijkt, relaxed. Laat het eens toe op je gemak. Breng je aandacht naar je buik. Colin en Harold zijn ermee opgegroeid.
Dan kun je zo s'avonds in bed leggen. En breng je aandacht naar je buik. Kijk, ze kiezen ervoor om lang te maken. Maar je mag bijvoorbeeld ook je hand op je buik leggen. En dan voel je je ademhaling. Beide kiezen om lang te maken, omdat je dan ook je longen, je bent lekker helemaal lang. Je ademt in en je ademt uit. Eigenlijk beloon je je lichaam voor wat je hebt gedaan. En terwijl je ligt, en misschien lig je wel midden in de huiskamer met heel de familie, ga eens met je gedachten naar je enkels. Enkels en voeten. Als je ze niet meer aanspant, zijn ze ontspannen. Breng je aandacht naar je onderbenen tot je knie. Neem ze in gedachten erbij. Je bovenbenen, je heupen en je bilspier. En als je dat dan loslaat door niet meer aan te spannen, heb je rust en je ontspannen. Breng je ademhaling naar je buik en onderrug en focus op het loslaten. Breng je aandacht naar je borst en schouderbladen, je schouders, bovenarmen en je handen. Laat alle spanning los. Tussendoor adem je heel diep in en uit. Ogen zijn ontspannen gesloten en voel eens of je kaken ietsjes van elkaar zijn. Ontspan. Adem 3 keer tot slot heel diep in en uit. Onze cameraman, we zetten hem weer terug. En gaan we even kijken. Het is wel een hele mooie afsluiting zo. Hé, hey, hier zijn we. Nou, we gaan even zo afsluiten. Eventjes anders is anders. We hadden onze vriend Willy hadden we erbij. We gaan even staan. Misschien Colin en Harold even erachter. Dan sluiten we af zoals we niet hadden voorbereid. Kom maar even bij staan, achter mij, deze kant zo. Ja, of zullen we eens draaien hoe wij gedraaid hebben? Kijk, dan gaan we toch terug. Maken we een rondje. Kijk, achterin, Willy. Willy, de regisseur van het hele verhaal. Ik ben niet zo heel goed in die camera zo omhoog houden. We gaan op deze manier gaan we afscheid nemen van jullie. Super, dankt. Ik hoop... Hey, hij is beter zo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het super leuk om te doen. Het smaakt voor ons naar meer. Daar hoef ik nog niet te vragen aan Colin en Harold. Als we daar heel eventjes op de gepaste afstand een kopje koffie drinken. En ik zie voor Willy al... Hey, Mia zegt... Hey, Willy. Superleuk. Ach, wel mooi. Ik vind dat we het fijn hebben gedaan. We hebben zoveel reacties hebben we gekregen van jullie. Ja, dat is ook al feest. Ik ben een beetje van social media, maar ik vind het bijzonder dat ik kan. Zelfs bij het uitwerken voor het uitzetten draaiden we het beeld andersom. Dat ging ook vanzelf. De rest is hopelijk allemaal goed gegaan. Ik vind het fijn om aan jullie te vragen. Als het naar wens was, als het lekker was, laat het weten. Als je denkt, ik heb nog tips, ik had iets gemist. We willen alles met jullie doornemen. Voorlopig blijven we, als het van toepassing is, blijven we in de lucht. En laten we jullie vanaf nu niet meer alleen. Gun ons even de tijd. En help ons lekker mee. En ik zie van onze Ton, was lekker Joosje. Top mannen. Lieke zegt, toppers, het was weer geweldig. Hey Willy, hoe is het? Nou ja, ik kan hier denk ik een boek van schrijven. We gaan het lekker afsluiten. Super bedankt voor het meedoen. En heel graag tot de volgende ronde. Super bedankt. Doei doei. Houden we bedankt. Hey. Dankjewel.